De 5-jarige Abdel was hier gisteravond aan het spelen met zijn vrienden. Een zwarte auto reed met volle vaart over zijn been heen. Abdel ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Mijn zoon echt boos. Hele nacht huilen, hele nacht. Boos, allemaal pijn, echt. Ik ook niet slapen. Ik ook pijn, hè. Abdel moet nog weken in het schip zitten. Zijn vader is woedend dat de chauffeur zomaar doorreed. Ja, tuurlijk. Ik ga me echt boos. Echt. Daarom. Ik vind het niet normaal. Veel mensen in de straat kenden de jongen. In de buurt zitten schrikken dan ook goed in. Ja, ik vind dat toch wel eng. Stel of het geld gebeurt bij je eigen kind. Die is dan wel wat ouder, maar toch. En dus wat ik gezien heb, is dat de buurvrouw gisteren flauwvalde toen het kindje naar binnen werd gebracht. En ik heb ook gehoord dat een auto echt heel erg langskwam en dat ze een kindje daarna huilde. En die rende toen naar binnen toe. De politie heeft een 34-jarige man uit Breda opgepakt. Dat gebeurde met veel geweld. We hebben de auto, bewuste auto klem gereden. En mijn collega heeft tegen de bestuurder gezegd dat hij aangehouden is. En vervolgens kreeg hij een klap in zijn gezicht. Voor de familie is de arrestatie niet voldoende. Zij hopen dat de straat snel wordt aangepast. Elke straat moet doet een drempel, een goede drempel, zo'n dikke drempel. Dat is perfect, alle mensen kan rijden rustig.